Word jij wel eens stil? Zonder jij je wel eens af van andere mensen, van alle drukte? Zijn er momenten in jouw leven, in jouw dag, dat alle apparaten uitstaan? Stilte is iets dat wij vaak heel moeilijk vinden. En stilte is ook iets wat er niet meer vanzelfsprekend is in onze tijd. Als je kijkt naar tot ongeveer begin 20e eeuw, was er veel meer stilte, hadden mensen veel meer stilte om hen heen. Er waren geen auto's, er was geen computer, er was geen telefoon, er was geen radio of televisie. Dus er was veel meer stilte. En mensen waren veel vaker ook echt alleen. In onze tijd moeten we daar naar zoeken. In onze tijd moeten we die plek creëren. Het gaat niet meer vanzelf. En stilte is dan ook niet alleen de ruis op de achtergrond. Stilte is afwezigheid van geluid, van lawaai. Stilte is afwezigheid van woorden. En die afwezigheid van al die prikkels, dat creëert een ruimte waarin je rust kunt vinden. En rust is iets wat we eigenlijk nodig hebben en wat we eerst om ons heen moeten creëren. En dan kan het doorwerken naar binnen toe. En soms spreek ik wel mensen en die ervaren wel de rust en de stilte om hen heen. En dan zeggen ze, ja, maar hoe wordt het nou nog stil in mijn hoofd? En dat kost vaak meer tijd. En dan moeten we dieper afdalen in die stilte. Moeten we meer tijd doorbrengen in afzondering. En zonder prikkels en zonder die afleiding. En als je dan eenmaal die stilte vindt en dan ook de rust die daarbij hoort, dan is dat echt heerlijk om te ervaren. Dat je momenten hebt waarin je echt volledig vrede ervaart, vrede vindt. Maar al heel gauw kan het zijn dat we weer opgaan in die drukte. Dat we te druk zijn geweest, waardoor we ergens hem weer verloren hebben. Dat we te veel prikkels over ons heen hebben laten komen. En dan kost het opnieuw die moeite om weer af te dalen in de stilte. En om weer te komen in die rust die goed voelt. Ook in onze tijd met God is stilte en afzondering heel belangrijk. En kan het ook heel waardevol zijn om daar die momenten te creëren. We hoeven niet altijd te praten tegen God. We mogen ook gewoon bij hem zijn. Alleen vinden we dat vaak heel lastig. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in mijn eigen tijd met God, dat als ik dan stil was, dat ik wel het idee had, ja, maar dan moet ik wel elke seconde aan hem denken. Dan moet ik wel met alles wat in me is volledig op hem gericht zijn. En dat lukt heel vaak helemaal niet, omdat we afgeleid worden. Maar ook daar is hij bij. En we mogen ontspannen in onze tijd en in aanwezigheid van hem. Het is niet zo dat je dan je tijd zit te verdoen. Het is niet zo dat er dan niks gebeurt. Het is dat die diepe vrede van God dan heel diep in je kan werken en heel diep in je kan komen. En het is een leugen die de samenleving ons aanpraat. Dat niets doen niet van nut is, geen waarde heeft. Of als we niet druk zijn, dat we iets niet goed doen. Ik denk dat God juist ook die tijd aan ons wil geven. Als ik kijk naar het leven van Jezus, dan zie ik daar ook een geestelijke gewoonte in van het zoeken van stilte, van eenzame plekken en waar hij ook die rust vond bij de Vader. Hij zonderde zich vaak af en we lezen dat hij dat deed 's ochtends vroeg of 's avonds laat, dat hij dat soms hele dagen deed in de woestijn of op de berg. En als het voor hem iets is wat hij nodig had, ja, wie zijn wij dan om dan ook niet te beseffen dat we dat nodig hebben? Hij hervond daar zichzelf. Hij kreeg daar nieuwe leiding van de Vader. Hij deed daar nieuwe krachten op voor de dag. En ja, diezelfde dingen mogen wij ook in de stilte en de rust bij de Vader ontvangen. Als het een goede balans was voor zijn leven, dan denk ik dat het ook een goede balans is voor ons leven. Om de Vader, om God daar dagelijks voor te zoeken. En die stilte die we bij God vinden, die vrede, dat maakt ons ook van binnenuit vrij. Vrij van een innerlijke dwang. Van altijd alles maar moeten, maar in plaats daarvan juist vanuit de ontspannenheid te mogen leven. En het maakt ons vrij van wat mensen van ons vinden en wat mensen van ons verwachten. En vanuit die innerlijke stilte ontstaat de ruimte om er ook echt voor God en voor de ander te zijn. Dus laat dat ook ons gebed zijn, dat onze lofzang voor God, dat is de stilte.